Een eigen huis bouwen is iedereen zijn droom, toch? Dat idee kan wel eens afschrikken, want hoe pak je zoiets aan? Toch hoef je je daar geen zorgen over te maken. Want tegenwoordig kun je de juiste begeleiding verwachten tijdens het bouwproces. Wie daar meer over weten zijn de eigenaren Karin Moerkens en John Vromans van Vromans Bouw BV. John vertelt ons meer. Het is tegenwoordig steeds belangrijker om in een vroeg stadium samen te gaan werken met een aannemer en een architect samen die de bouwstijl van uw woning kunnen samenstellen. Ofwel een moderne woning, ofwel een traditionele woning, waarbij de wet en regelgeving dan van toepassing is. Daarbij worden ook de wensen van de klant in acht genomen en de klant wordt ontzorgd doordat de aannemer en architect samen in één bouwteam werken. Naast het bouwen van een nieuwbouwwoning kun je ook je bestaande woning laten verbouwen. Je kunt dan denken aan een kleine verbouwing, bijvoorbeeld door het aanbouwen van een dakkapel. Ofwel een grote verbouwing en dat kun je doen door het bouwen van een serre. Daarnaast is het ook mogelijk om je huis te renoveren, zodat hij weer energie-neutraal wordt en hij aan de huidige regelgeving voldoet. Op duurzame wijze kun je bouwen door het beter isoleren van je woning. Het beter isoleren van de woning houdt in dat je een energie-neutrale woning krijgt, waardoor de energierekening naar beneden gaat. Je kunt daar denken aan gevelisolatie of het maken van een betere dakisolatie of het plaatsen van trippelbeglazing in je woning, die naast het beter isoleren ook een rustigere woning creëert. Het is tegenwoordig steeds populairder om onderhoudsvrij te bouwen. Onderhoudsvrij bouwen houdt in dat u steeds minder onderhoud heeft aan de buitenkant van uw woning. Je kunt dan bijvoorbeeld denken door het maken van onderhoudsvrije gevelbekleding ofwel het plaatsen van aluminiumkozijnen. Aluminiumkozijnen zijn beter bestendig tegen de huidige weersinvloeden, waardoor u minder onderhoud heeft en u meer kunt genieten van uw huidige woning. Bent u van plan een woning te gaan verbouwen of bouwen? Denk dan aan het maken van een energie-neutrale woning, waarbij u voor nu en voor in de toekomst energievoorzienend bent. Komt u hier niet uit, schroom dan niet om bij een aannemer binnen te stappen die u vrijblijvend van advies kan voorzien. Goed om te weten dat er zoveel opties zijn bij het bouwen.